Hartelijk welkom bij Straatbeeld. In deze aflevering gaan we op zoek naar de herkomst van de kerstboom. Waar stond de eerste kerstboom in Gelderland? En wanneer? En hoe zag die kerstboom er dan uit? Maar voordat we dat gaan doen, moeten we even aandacht besteden aan de periode waarin we nu zitten. Een hele magische periode, zeker voor de natuurvolkeren. De zon die schijnt het kortst, nachten zijn het langst, maar het licht komt toch weer terug. De oude Germanen vierden in deze tijd het feest van de 12 nachten, tussen 25 december en 6 januari. Ze dachten dan dat de goden langs de hemel zichtbaar zouden zijn en er moest natuurlijk aan geofferd worden via lekker eten en lekker te drinken. Ook de oude Romeinen vierden in die periode feest. Ze vierden dan de feesten van de Saturnalia of zaaifeesten, een soort vruchtbaarheidsfeesten. En een onderdeel daarvan was ook het feest van de Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon, want dat betekent Sol Invictus. Als dan de eerste missionarissen komen zo in onze contreien, zeg maar rond 700, ja, dan zien ze natuurlijk dat die natuurvolkeren feest vieren. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen het is afgelopen met die heidense feesten, of je kunt slimmer zijn en er een christelijk sausje overheen gieten. En dat is gebeurd. En zo werd de aloude periode van het feest van de 12 nachten tussen 25 december en 6 januari, ja, een hele bekende periode voor ons. Aan het begin kwam uiteindelijk de geboorte van Jezus te staan, in het midden oud en nieuw en aan het eind van de periode, 6 januari, vieren we het feest van drie koningen. We staan hier in Overasselt tussen Nijmegen en Wijchen bij de zogenaamde koortsboom. Kijk, zo'n kerstboom was natuurlijk ook een heilige boom. En bomenverering is al duizenden jaren oud. De oude Germanen vereerden hun eiken en spraken recht in open plekken in het bos. De Scandinaviërs hadden hun boom Yggdrasil. Die stond met zijn wortels in de grond, met zijn takken en zijn kruin in de hemel. En dan lekte die goddelijke kracht en goddelijke kennis terug naar de mensen op de aarde. Zo is het ook met deze boom hier in het bos in Overasselt. De koortsboom. Mensen gingen hier naartoe met een lapje van textiel dat ze gedragen hadden. En dat bonden ze dan aan de boom en dan hoopten ze dat de koorts van hen op de boom overging. De plek zelf is heel bijzonder. We gaan daarvoor terug naar ongeveer 700. Willy Brothers en consorten die liepen door Nederland heen om de natuurvolkeren te bekeren tot het christendom. En die kwamen ook hier. En hier was een zekere roverhoofdman, Walrik, was hier de baas. Nou had hij een zieke dochter en Willibrord zei van wil je bekeren tot het christendom en Walrik zei op één voorwaarde. Als je mijn zieke dochter weet te genezen, dan bekeer ik mij tot het christendom. Het lukte de missionaris om de dochter van de roverhoofdman beter te maken. En hij heeft toen een kapel hier laten bouwen waarvan de ruïnes nog zichtbaar zijn. En er werd een eik geplant waaraan dus ja, toverkracht toegeschreven werd, zullen we maar zeggen. En dat ga ik nu ook doen. Ik ga mijn sjaal aan deze boom hangen. Zo. Nu maar hopen dat ik geen keelpijn meer krijg. We zijn hier in Hemmen, in de Overbetuwe. Hier moet ik u het verhaal vertellen van de eerste kerstboom in Gelderland. Dat verhaal komt zo, want eerst moeten we even kijken van waar komt die kerstboom nou vandaan? Nou, dat is bij onze oosterburen, Duitsland. In 1605 wordt er een kerstboom vermeld in Straatsburg, in de Elzas. Hoe is die kerstboom dan uit Duitsland in Nederland gekomen? Op twee manieren. De eerste manier, de eerste kanaal waar langs dat ging, dat was via Duitse emigranten. Ze kwamen naar Amsterdam toe, waren gewoon om met Kerstmis een kerstboom te zetten. En als het dan winkeliers waren, dan zetten ze een advertentie in de krant van kom kijken naar mijn mooi versierde kerstboom. Ja, en dan hoopten ze natuurlijk ook wat van hun spullen te verkopen. Nederlanders zagen dan zo'n fraai versierde boom en dachten van ach, dat is best een leuk idee om zo ook eens een kerstboom met Kerstmis in huis te zetten. Het tweede kanaal waarlangs de kerstboom populair is geworden, is via de zondagsschool. De zondagsschool was een uitvinding van een geestelijke stroming die uit de 19e eeuw die we het Reveil noemen. Het Reveil legde heel sterk de nadruk op zonde en bekering, maar ook op praktisch christelijk werk. En de zondagsschool, waar het verhaal verteld werd van Jezus, ja, daar hoorde er ook helemaal bij. Met Kerstmis werd dat gevierd met een hele hoop kinderen in tegenwoordigheid van een kerstboom. We lezen dan in de Tielse kranten dat er rond 1870, bijvoorbeeld op de beurs in Tiel, dat er dan 170 kinderen bij elkaar zitten bij een kerstboom, dat het kerstverhaal verteld wordt en ze dronken er altijd chocolademelk bij.
Daarna was het nog niet klaar. Dan begon voor kinderen het spannendste gedeelte, namelijk een tombola. Zeg maar een soort verloting zonder nieten, waarbij de kinderen kleine geschenkjes kregen. Maar dat waren dan wel nuttige geschenken, zoals wanten, een petje, een sjaaltje en dat soort dingen. Op die twee manieren is de kerstboom populair geworden. Maar dan weten we nog niet hoe die eruit zag. Of, dat weten we eigenlijk wel. In 1835 brengt dominee Heldering, bekend van de Helderingstichting, brengt een bezoek aan een gezin hier in Hemmen. En hij is getuige van het kerstfeest dat daar gevierd wordt. En hij beschrijft dan in een stuk dat hij gemaakt heeft voor de Gelderse Volksalmanak, hoe op een gegeven moment een deur opengaat van een kamer. En dan ziet hij een tafeltje en daarop staat een groenend dennenboompje, waaromheen pakjes liggen. En hij vertelt ons ook hoe die kerstboom eruit zag. De takken zijn versierd met echte kaarsjes. En nee, er hangen nog niet ballen in. Er staat geen piek op. Er hangen geen slingers in. Maar ja, eigenlijk is het een heel kaal boompje, zouden we nu zeggen. Want er hangen gedroogde appeltjes in. Noten hangen erin. En andere eetbare dingen. Ik herinner mezelf nog hoe bij ons thuis mijn moeder altijd van die kerstkransen, chocoladekransen met van die witte spikkels in de boom hing. Die reeg ze dan aan takken. Ja, en als jochie hoopte je natuurlijk dat er eentje naar beneden viel. Maar dat gebeurde eigenlijk nooit. Kerstbomen stonden vooral bij gegoeden, mensen die dus geld hadden. Arbeiders hadden geen kerstboom. De popularisering van de kerstboom die begint eigenlijk pas na de Eerste Wereldoorlog. En dan zien we ook dat de kerstboom het icoon wordt van het braaf christelijke huisgezin, waar vader, moeder, oma en zelfs de haveloze buurkinderen gehaald worden om deelgenoot te zijn van dat prachtige kerstfeest. Kerstbomen werden ook wel tentoongesteld in het lokaal van de zondagschool. We vinden dan advertenties in de krant dat je voor een dubbeltje die kerstboom kon gaan bekijken in bijvoorbeeld Bellevue en op het Korenbeursplein. Vanaf 1895 komen we ook kerstbomen in de kerk tegen. Maar dan moet die kerk niet al te streng zijn. Daar kunnen ze in Echteld van meepraten. Het is 1924. Twee dames hebben een collecte langs de huizen gehouden en 130 gulden opgehaald. Daarvan hebben ze een kerstboom gekocht en nog wat andere spullen om met de kinderen uit het dorp kerstmis te vieren. De bedoeling was om de kerstboom in de kerk te zetten en daar dan ook de kerstmis te vieren. De dominee zou het verhaal vertellen. Te 11:00 laat de dominee verstek gaan. Hij was onder druk gezet door enkele geloofsgenoten en had ervan afgezien. Sommige mensen in Echteld die vonden dat zo'n gemene streek van de dominee, dat ze zich enorm erover opwonden en de ruiten hebben ingegooid bij de tegenstanders van de kerstboom en de kerstboom hebben opgepakt en hem in de tuin hebben gedeponeerd. Die versieringen zoals wij ze nu kennen aan de kerstboom, die komen zo vanaf 1870 in de mode. Er ontstond een hele industrie die allerlei kerstmannen ging produceren, die ballen produceerde, die kransen produceerde, slingers, allemaal bedoeld om de kerstboom mooier te kunnen optuigen. Er zitten soms hele leuke symbolische kanten aan. Wat dacht u bijvoorbeeld van kransen? Kransen die waren bedoeld voor overwinnaars, voor zegevierders. Romeinse keizers lieten zich kronen. Nou, de krans wordt zo ook symbool voor Christus, hè? De ongekroonde koning. En wat dacht u van de ballen? Die ballen die zo mooi glanzen en glimmen, waarin het licht zo mooi wordt weerspiegeld. Maar ze hebben toch een hele bijzondere betekenis ook. Vroeger hadden de mensen ook aan de lamp, boven de tafel, hadden ze van die glansbollen hangen. Soms lagen er ook glansbollen bij de oprit van de huizen. Het was allemaal bedoeld om, als je een bepaalde vrouw op bezoek kreeg die je niet vertrouwde, waarvan je dacht dat het een heks was, dan keek je als ze bij jou aan tafel zat in je glansbol. En als je dan geen reflectie zag, als je geen weerschijning zag, geen spiegelbeeld van haar in die glansbol, nou borg je dan maar, want dan zat je met een heks aan tafel. Die ballen in die boom willen dus ook zeggen van, ja, wij weren het kwaad voor u af. Nou, en dat wens ik u, dat u veel geluk heeft in het komende nieuwe jaar. En ik hoop dat u ook prettige feestdagen heeft. En daarmee sluiten we deze straatbeeld weer af.